Beste kijkbuis, kinderen zoals het vroeger in de Fabeltjeskrant heette. Ik vind het fijn om snel enkele woorden tot jullie te mogen zeggen via dit wat vreemde kanaal, maar goed, niet te min. Ik werk hier al geruime tijd en heb het plezier om de Gentse studenten goed te leren kennen. En als er één ding aan typeert is dat ze niet van een kleintje vervaard zijn. Ze hebben niet gewacht om het motto van de universiteit te horen, om te durven. Ze durven van alles en ze durven des te meer als het moeilijk is. Nu hebben ze zich wel een bijzonder moeilijke taak gezet. Namelijk iemand te proberen laten verkiezen door een grote groep studenten die er eigenlijk zelf maar heel klein heeft. 200 studenten geven klas aan en toch hebben ze gedacht, als het ooit moeilijk is om iemand te laten verkiezen, dan zal het nu wel zijn. Maar het doet mij plezier dat de studenten dat doen. Het toont hun dynamisme en hun creativiteit. En ik ben eigenlijk zeer dankbaar voor al de energie en al het initiatief dat ze daarvoor nemen. Dus ik zou degenen die onder jullie van plan zijn om voor mij te stemmen, daarvoor van harte willen bedanken. Degenen die het niet doen, wil ik ook bedanken, want ze hebben zeker betere redenen om voor iemand anders te stemmen. Mocht het een troost zijn, mocht het ooit zo ver komen dat jullie erin slagen om het onmogelijke te doen, namelijk om mij voor die finale gestemd te krijgen, of verkozen te krijgen, dan ben ik graag bereid om jullie een ootmoedige wederdienst te bewijzen en voor jullie het gratis vat dat de studentenvereniging zal leegdrinken, neem ik aan, te komen uittappen. Of tenminste een deel daarvan, al dagen lang, men daarvoor meer of minder zal drinken. De stemactiviteiten vinden plaats tussen 19 en 23 maart. En op 28 maart is dan die fameuze finale dag. Ik ben al hard aan het studeren voor het geval dat het zover komt. En als ik het niet in die finale kwijt kan, dan zal ik het allemaal in mijn lessen weergeven. Dus jullie kunnen nog altijd eens komen luisteren naar de lessen uit literatuur. Hartelijk dank voor al jullie moeite en bijzonder aan onze enthousiaste studenten. En misschien tot weerziens op de nu al beruchte Benjamin Bierbuik avond.